En ik ga jullie straks even lekker bijkletsen. Ik heb nu net geparkeerd, want ik heb zometeen even een afspraak bij de huisarts. Zo, Ed heeft mij even afgezet. Nu ga ik even bloed prikken. Het is 4:15, dus ik hoop dat het nog kan. We zijn tot 5:00 open. En dan lekker naar huis, eten. En vandaag wordt het eindelijk mijn haar geknipt. Kijk nou, ze vindt het echt heel leuk ook gewoon. Wat doe jij, Charlie? Ik ben helemaal blij, want wij zitten in de auto. We gaan namelijk onze nieuwe auto ophalen vandaag. Wij zitten lekker samen. En toen was het weer tijd voor een nieuwe weekvlog. Leuk dat je weer kijkt. Ik ben er weer na 2 weken vakantie. En ik ga jullie straks even lekker bijkletsen. Ik heb nu net geparkeerd, want ik heb zometeen even een afspraak bij de huisarts. Want ik had een brief gekregen voor een bevolkingsonderzoek voor baarmoederhalskanker. Wat iedereen krijgt als hij 30 wordt. Het was begin februari. Alleen toen kwam het hele corona gebeuren, et cetera. Dus dan heb ik het even uitgesteld. Dus ga ik nu even naartoe. Kan ik meteen even naar mijn litteken laten kijken natuurlijk. Want dat had ik nog steeds niet gedaan. Zo, ik ben bij de dokter geweest. En ik ben heel op kantoor. Ik kan niet te hard praten trouwens. Want Ed heeft een sessie. En anders dan hoort hij mij er hard doorheen. Dus, in ieder geval, het is nu 12:00. Ik ben alweer even een tijdje aan het werk. Vanochtend onderzoekje gehad. Prima te doen. Ik krijg wel eens over 4 weken de uitslag. Want het is daar heel druk schijnbaar. Even denken, wat zou ik nog meer zeggen? Oh ja, litteken even bekeken. Het ziet er op zich best oké uit, zei hij. Het is wel wat dikker en roder. Hij had er een bepaalde naam voor. Het ligt wat meer bovenop. Maar het is niet echt in zo'n grote... hoeveelheid, zeg maar, dat we er iets mee moeten. Hij denkt dat het wel gewoon beter gaat worden. Dus daar ben ik wel blij mee. En verder moet ik straks even bloed prikken op mijn aanvraag. Omdat ik graag even mijn vitamine wil laten nakijken. En het ijzergehalte, omdat ik na Bobby Charlie heel erg laag zat daarin. En daar medicijnen voor heb gehad. Maar niet weten hoe het er, zeg maar, dan nu voor staat na die medicijnen. Dus dat ga ik vanmiddag even doen. Nu is het lunchtijd en ik ga even een hele simpele lunch maken voor Ed en mij. Zodat we samen even lekker kunnen lunchen zo meteen in de kantoor. En toen was de lunch klaar. 2 boterhammetjes met hummus, zongedroogde tomaat en komkommer, paprika en avocado. En ik ga toch maar hier eten, want Ed heeft toch nog een sessie nu. Zo, Ed heeft mij even afgezet. Nu ga ik even bloed prikken. Het is 4:15, dus ik hoop dat het nog kan. We zijn tot 5:00 open. En dan lekker naar huis, eten. En vandaag wordt eindelijk mijn haar geknipt. Oh, dat is Ed. Wordt eindelijk mijn haar geknipt. En dat is echt al heel lang geleden. Het is ook niet meer mooi. En lekker verven en... Ja, daar heb ik echt even zin in. Ik ga het ook korter doen, maar dat ga je dan straks wel zien. Ik ben weer thuis en we gaan lekker eten. Het wordt ineens rustig alsof die camera aanzet. Dit gaan we eten. Pasta met pesto. Wil je een 1 of een 2 keer? Een 2 keer. Oké. Okay. Wil je ook tomaatjes? Nee. Lekker gegeten, dame. We zaten hier te kijken, want oma die is even een rondje met Ramosie. En Bobbietje zit lekker naar buiten te kijken. Oh, doe dit maar niet, schat. Ja, wij zijn even naar buiten te kijken waar ze blijven, hè? Zeg maar joejoe! Het is inmiddels 11:30. De kapster is de hele avond bezig geweest met haren knippen en verven. En ik ben dus net gedoucht, alles uitgespoeld en ik ben nu een beetje aan het droog feunen. Het is een heel stuk korter zoals je ziet. Echt super fijn, echt heel blij mee. En volgens mij heeft de kleur ook goed gepakt. Boven en onder heb ik dan highlights, waardoor het lekker blond wordt. Dus dat. Maar goed, ik ben eigenlijk super moe. 11:30, normaal lig ik echt om 10:00 al in bed en slapen. Dus ik ga dit nog een klein beetje droog blazen. En dan ga ik lekker slapen, dus ik zie jullie morgen weer. Nou, we gaan even starten. Kom maar in het badje.
donderdag en ik begin met een live training van Ed. Die is beneden, ik ben boven. En ja, het is 10 uur, dus we gaan starten. Dat was de live workout weer. Ik had best wel een beetje moeite ermee, want ik had nog spierpijn van de vorige training. En gisteravond was laat en ik heb niet zo goed geslapen, dus het viel een beetje zwaar. Maar ik ben toch wel blij dat ik het heb gedaan. Want ik ga straks naar kantoor en dan beweeg ik natuurlijk niet zoveel. Dus het is lekker dat ik gewoon zo de dag ben begonnen. Tenminste, het was om 10 uur, dus het was niet echt het begin van de dag. Maar toch. Nu ga ik... Oh, hij staat weer ingezoomd volgens mij. Oh nee. Nu ga ik even voor Ramos lekker een appeltje maken. Zelf maak ik even een eiwitshake. Dan ga ik boterhammen smeren om mee te nemen. En dan ga ik naar kantoor. Ik zal zo meteen even mijn haar laten zien. Alleen omdat ik het gisteravond heb gewassen en meteen weer gaan slapen, zit het nu niet zo mooi als dat het echt is volgens mij. Ik zal het straks even laten zien. Ben je weer, schat? Oh jongens, dit is toch gewoon geen zomer. Het is gewoon juli en het regent alweer en het is grauw en bah. Ik ben vanmiddag gaan werken. En aan het einde van de middag even naar mijn tante geweest. Koffie gedronken en nu zijn we onderweg naar huis. Maar het regent weer eens. Mijn kleurtje gaat er zo natuurlijk helemaal af door de vakantie. Mijn vakantiekleurtje, helaas. Mocht iemand van jullie trouwens een goede tip hebben. Voor een, hoe noem je dat, een soort van zelfbruiner voor je gezicht. Dan heel graag, want ik vind eigenlijk zo'n... Ik heb nu geen make-up op en ik ben best wel bruin nu. En dat vind ik eigenlijk veel mooier. Dus mocht je een tip hebben, zelf gezichtsbruiner, dan laat even een reactie achter. Ik ben super benieuwd. Ik heb dat nog nooit gebruikt. Voor als je een soort van no-make-up day hebt, dan is het wel lekker om een beetje niet zo wit te zijn als ik altijd ben. Maar goed, we gaan doorstappen. Ik hoef vanavond alleen nog maar iets op te warmen qua eten, dus dat is wel heel makkelijk. Het is ook al 5 uur volgens mij, dus dat is wel lekker. En deze jongen, die is ook lekker mee geweest, hè? Niet zo dicht bij de auto's, kom. Ja, daar kom je nu tegenaan. Hij heeft een snoepzakje in zijn zak zitten. Hè? Die prangen om eruit te gaan. Oh, het is echt niet normaal hoe die stinkt in die kamer. Jullie hebben allebei zitten kakken. Oh. Ja, die geur is ook altijd keer twee, hè? Dat is als je een tweeling hebt. Niet grappig? Ik heb echt het lekkerste gedaan wat je maar kan doen als je thuis komt. Ja, met dit weer is dat ook echt wel zo. Mijn pyjama aangedaan. Ja, het is echt allemaal. Heel erg. Hallo allemaal. Yay! Nieuwe week nog. 2 weken geleden. Ja. Helemaal back on track, hè? Back on track. Kijk hoe bruin je bent. Jij? Mm-hmm. Dat komt door die camera. Nee, dat is echt zo, nog steeds. Heb je weer een nieuwe pyjama gepakt? Ja. Oh. Oké. Alleen maar mijn kussen. Nou, ik had daar nog een pyjama voor jou. Ramos had elke dag iets nieuws aan, een nieuwe pyjama, een nieuwe alles. Ja, maar dat ziet hij toch van jou? Hè? Ja, dat doe jij toch ook de hele dag door? Sportkleren, dan normale kleren. Dat is waar, ik ben vandaag drie keer overgekleed. Ik ben het zeggen, dat doe ik zelf ook, dus het is logisch dat ons kind dat overneemt. Ja, dat is waar, maar we vandaar gaan dat we ook zoveel wasgoed hebben. Oké. Een echte pop heb jij. Kijk nou, ze vindt het echt heel leuk ook gewoon. Wat doe jij, Charlie? Zit je er lekker? Met die tut in de mond. Dat is eigenlijk best wel gevaarlijk, maar goed. Ik zal jullie heel even snel ons culinaire maaltijdje laten zien. Dit is het. Dit is curry en dat heb ik 2 dagen geleden gemaakt. Toen hebben we het gegeten. En nu heb ik het dus even opgewarmd. Basmati rijst erbij, kikkererwten. We hebben nog een limoentje en dan kunnen we lekker eten. Goedemorgen, het is vandaag vrijdag en ik dacht ik ga jullie even mijn nieuwe broekje laten zien. Ik sta op het punt om te gaan werken. Ik heb een nieuwe broek aan, alleen ik zie dat het allemaal rommel is hier. Het is echt erg. Dat heb je met een tweelingwagen en personal training spullen, et cetera. Maar goed, in ieder geval, ik heb dus een nieuwe broek. Ik zal hem zo even op kantoor beter laten zien. Ik ben er helemaal blij mee. Dat is misschien ook wel een tip voor jullie namelijk. Zo, nu kun je hem beter zien. Kijk, hoe leuk deze is. Ik heb hem dus besteld bij H&M. Als ik eraan denk, zal ik straks nog even het type even voor je opzoeken als je het leuk zou vinden. Het is zo'n mom jeans en hij zit bovenin lekker wijd. Ik vind het zelf altijd fijn bij mijn buik. Dus. Zo, en dan is het nu eindelijk tijd om even bij te kletsen. Want ik heb volgens mij best wel de vlog een beetje rommelig geopend en...
Volgens mij heb ik ook steeds gezegd van, oh ja, vakantie gehad en dan kom ik straks even op terug. Maar uiteindelijk heb ik helemaal niet echt bijgekletst de afgelopen deze vlog en ook de vlogs daarvoor niet. Zo gaan we gewoon even gezellig doen nu. Ik heb natuurlijk vakantie gehad en 2 weken offline geweest op YouTube. Ik dacht in de eerste instantie nog wel van, ik ga gewoon de helft van de vakantie wel filmen en de andere helft dan niet. Maar toen waren we op vakantie en toen zou ik eigenlijk gaan beginnen met de weekvlog. En toen zei ik tegen Ed van nee, ik ga het niet doen. Want uiteindelijk heb ik dan nog steeds niet echt vakantie. En kijk, stories bijvoorbeeld op Instagram, die kun je gewoon heel random maken. Alleen als je een vlog maakt, dan moet je wel een beetje natuurlijk wat content op de dag schieten. En wat dingen laten zien. En dan ben je daar toch wel gewoon echt mee bezig. Dus ik dacht, nou, dat ga ik gewoon niet doen. Om gewoon even wat meer rust te pakken. Want ik was wel echt toe aan vakantie, merkte ik heel erg. Afgelopen jaar echt wel heel hectisch geweest. Nou, jullie weten daar alles van. Sowieso weet je dat natuurlijk waarschijnlijk wel omdat je ook moeder bent. En je weet hoe dat dan werkt. Met hele kleine kinderen. En ja, sinds dat de meisjes zijn geboren. Of volgens mij eigenlijk sinds dat ik zwanger. Ja, sinds dat ik zwanger was van Bobby en Charlie. Volgens mij hebben we toen... daarna niet eens echt meer vakantie genomen, behalve een keer een weekendje weg of zo, maar niet echt een vakantie. Dus het was één al heel lang geleden en het is gewoon druk met een gezin met hele kleine kinderen, een tweeling en dan ook nog een bedrijf wat gewoon heel veel tijd kost en energie. Wel heel veel positieve energie natuurlijk, want ik vind het echt heel leuk, alleen ja, wel veel energie. Dus ik was toe aan vakantie en ik merk al dat het me goed heeft gedaan, dat ik weer meer uitgerust ben. Dus wat dat betreft, ja, helemaal fijn, helemaal goed. En daarbij merken we zelf altijd wel dat als je juist even een stapje terug doet en juist even rust pakt, dat je als ondernemer zijnde ook weer veel creatiever wordt en veel meer van een afstand kan kijken naar wat er allemaal gebeurt. Niet dat we niet creatief zijn geweest in de afgelopen maanden, want we hebben echt zoveel leuke dingen gedaan binnen Nieuw voor Mama. Dat hebben jullie waarschijnlijk ook allemaal wel gezien. We hebben natuurlijk het BBB-programma gehad met de BBB-bands. En het is echt een gekkenhuis. We hebben echt zoveel dames gehad die mee hebben gedaan aan het programma. Dan is er nu, als jullie kijken, net weer één begonnen. Dat was de laatste. Dus we hebben heel veel gedaan. Maar het is ook wel lekker om af en toe heel even een stapje terug te nemen. En alles weer een soort van op een rijtje te zetten. Ik deel niet zo heel vaak mijn ondernemersdingen, zeg maar. Ik zie soms zelfs dat andere YouTubers dat wel doen. Ik weet ook helemaal niet of jullie daarin geïnteresseerd zijn. Maar goed, in ieder geval hebben we dus weer een aantal grote campagnes voor de aankomende tijd klaarstaan in ons hoofd. En daar zijn we nu mee bezig. En ik kan je vertellen dat sowieso één daarvan echt zo super super tof is. Dat ik er helemaal een soort van blij en euforisch over ben. Dus dat gaan jullie binnenkort horen. Maar in ieder geval, wat ik eigenlijk wilde zeggen is dat we dus weer een fijne planning hebben gemaakt. En dat we over 2 maanden weer een weekje vakantie hebben genomen. Om dan toch nog even nog een keer te relaxen. Want 1 weekje is wel kort. En je moet altijd eerst even een paar dagen erin komen. En dan begint het relaxen pas. En ja, met 1 week en 2 weekenden dan wel, hè. Dan is dat toch een beetje kort. Maar goed, dat is eigenlijk een beetje wat het is. Kortom, ik ben gewoon blij dat ik weer wat meer uitgerust ben. En Ed ook. En we gaan lekker even knallen tot de volgende vakantie. En mocht je dus wel meer ondernemersdingen willen zien in mijn video's, dan laat het me weten. En als je dat helemaal niet leuk vindt, is dat ook helemaal niet erg. Ik ben weer thuis en we hebben vanmiddag lekker broodjes gegeten. Want ik had namelijk boodschappen besteld voor morgenochtend tussen 10 en 12. Maar toen werden ze ineens, belde Ed op van ja, de boodschappen zijn vandaag geleverd. Hoezo dat? Want dat doen we eigenlijk nooit op vrijdag. Maar het ongeluk had ik dus een dag verkeerd gedaan. Dus wij hebben in ieder geval lekker heel het huis alvast vol staan. Even opletten trouwens, want hier allemaal kinderen. Het hele huis vol staan met boodschappen. En Ed is nu werken. En ik ben boven met de kindjes zoals je hoort. En die zijn hier aan het spelen met z'n drieën. Bobby, Charlie, Ramos is er ook bij. Ik moet alles gaan maken, anders. Oh, oké. Okay. En nu mogen zij er niet meer door. Maar goed, in ieder geval. Een beetje chaos zoals je merkt. Ja, dat is goed, jongen. Beetje chaos hier.
Ik moet jullie snel nog even iets laten zien. Ik heb deze besteld voor Bobby en Charlie. Kijk hoe leuk. Ook bij de Zara. Deze broek was daar ook van, hè. En deze heb ik dus ook besteld. Hier was maar €16. Ja, verder staat er niks boeiends op. Ja, dit. Kijk hoe leuk. Hier is het een beetje wijd. Ik heb ze nog niet aangedaan, hoor. Dus ik hoop dat het past. En ik had ook... Oh, hier wordt echt wat afgevochten en gebeten. Ik word daar helemaal gek van. Maar goed, in ieder geval deze broekjes. Leuk, hè? Alleen deze zijn echt super groot. Dus ik weet eigenlijk niet... Ja, of ze passen en of ik het dan ga houden als ze veel te groot zijn. Maar ze zijn wel leuk. Wat is het water? Ja, hè? Hey, lekker mee? Ja. Oké, kom maar. De zon is gaan schijnen. Wat een geluk, het heeft de hele dag geregend. Nu zijn wij onderweg naar de stad en schijnt de zon. Echt heel fijn, want ik wilde lekker met Ramos frietjes eten. En dan kunnen we dat op het terrasje doen. Dus daar ben ik echt wel heel blij mee. Lekker met z'n tweeën gezellig, best wel lang geleden. Dus ja, vind ik gewoon leuk. En we beginnen ons bezoek aan de Intertoys. Nou, we zijn meteen met onze winkelsessie begonnen met Intertoys. En we hebben deze gevonden. Want ze hebben nu twee telefoons en dan zitten ze de hele dag ruzie om te maken. Dus deze hebben Ramos en ik samen gevonden. om te delen met z'n drieën. Jongens, de buiten is helemaal binnen. Ja, dit is voor jou. Dat is een lekker kindermenuutje. En ik heb een frietje met een snackie. Lekker eten. Oeh, en een frikandel, jongen. Helemaal blij. Ramos heeft een piepiebal, zo noemt hij het. En we kunnen niet ervan afblijven. We vinden hem allebei echt helemaal leuk. Het is zo lekker om hier aan te zitten. En er komen allemaal glitters uit, Ramos. Dus nu staan we op straat stil. Goedemorgen, het is vandaag zaterdag. En ik ben helemaal blij, want wij zitten in de auto. We gaan namelijk onze nieuwe auto ophalen vandaag. We hebben vorige week in de vakantie hebben wij eindelijk een nieuwe auto gekocht. We waren al een tijdje aan het kijken, want onze auto is een beetje te klein. Zoals jullie wellicht wel weten voor ons hele gezin. Dus we hebben nu een nieuwe auto gekocht en we zijn onderweg. Naar vlakbij Eindhoven. Ja. Vlakbij Eindhoven om hem op te halen. Dus dat is helemaal leuk. Lekker met z'n tweeën. En ja, heb jij er ook zin in? Zeker. Oh, je gaat nou vertellen dat ik verkeerd ben gereden, zeker? Nee, ik ging even screenshots maken. We hadden net een hele discussie over het feit dat ik verkeerd was gereden. Maar Kimberly heeft gewoon niet op die TomTom of op dat ding. En jij had dat ding in je handen? Nee, ik had hem hier liggen. Maar jij keek niet. Nee. Beter reageer ik niet meer. Nou, we hebben hem hoor. En hij is echt super vet. Ik ben er helemaal blij mee. Ed is er ook helemaal blij mee. En die zit hier als een kleine jongen naast mij. Helemaal te stralen. En gas te geven. Maar ja, helemaal leuk. Helemaal blij mee. Nu gaan we naar huis. Gaan we Ramos laten zien. Die is helemaal enthousiast. Want die is gek op auto's. En die denkt dat we een monster truck hebben gekocht. en bij hem is een monster truck een soort van... nou ja, weet ik veel... kinderraceauto of zo. Dus ik hoop dat hij het nog steeds leuk vindt, onze nieuwe auto. Ja, dus dat eigenlijk. Mijn ouders die zijn bij ons, die hebben lekker een lunch klaargemaakt. Dus dat is wel fijn, want ik heb best wel trek. Dus dan gaan we lekker met z'n allen eten. En vanmiddag gaan we denk ik maar gewoon rondjes rijden. We moeten even kijken hoe het precies zit op de achterbank met de maxicosis en de kinderstoel van Ramos. In principe moeten twee maxicosis in de kinderstoel passen, maar drie kinderstoelen is altijd krap in een auto. Dus even kijken of Ramos misschien naar zo'n kinderzitje zeg maar, met leuning kan. Die zijn iets minder groot. Nou, in ieder geval, wij gaan even genieten van de auto en ik zie jullie straks weer. En toen was het alweer. Lekker, midden van de middag. Ik doe dit even dicht. Ouders zijn weg, we hebben nog een paar rondjes gereden met mijn vader. Die vond het helemaal leuk natuurlijk. En ik heb zelf ook alvast even een rondje gereden. Het is dus een automaat en daar had ik nog nooit in gereden. Dus ik vond het een beetje eng. Maar ja, het is gewoon wennen. Want elke keer als ik dan zeg maar ergens aankwam bij een kruispunt of wat dan ook, dan die hand en naar die schakel. En dacht ik, oh nee, dat moet ik niet doen. Dus dat is wel eventjes wennen. ik ga me even oefenen de aankomende dagen. Maar goed, nu ben ik even zien. Ik ben aan het kijken wat we vanavond gaan eten. Ik had een keer wat vers pakketjes bij de boodschappen. Want ik bestel vaak de boodschappen natuurlijk. En nu was bij Plus. Was zeg maar dat je dan iets kon. Dat je dan vers pakketten kon bestellen. En dat je dan geen bezorgkosten hoeft te betalen. Dus dat had ik even gedaan. En
Ik heb hier een couscous. 3 tot 4 personen en een risotto. 3 tot 4 personen. Dus ik denk dat ik ze gewoon misschien wel... Nee, wacht. Ik ga er gewoon 1 kiezen en dan ga ik wat extra maken. Want 3 tot 4 personen is natuurlijk niet genoeg voor ons allemaal. Als de meisjes ook mee eten. Dus ik ga deze lekker 1 van de 2 maken. Nu is Etty, die is trouwens even met Ramos weg. Meisjes liggen op bed. En oh, dat vind ik altijd zo chill. Dan kan ik even heerlijk gewoon alleen. Ga ik even een kopje koffie zetten. En dan ga ik even lekker op de bank zitten. Dan ga ik even goed zetten. Dus dat ga ik even heerlijk doen. Voor jullie misschien een beetje saai. Maar voor mij echt het meest ultieme ontspanmoment. Om in de middag even lekker op de bank neer te ploffen. En niks te doen. Dus I'm happy. Ik heb ondertussen het eten gemaakt. En dit is het eindresultaat. Ik heb dit zakje niet gebruikt. Want de meisjes eten ook mee. En ik gebruik eigenlijk nooit van dit soort zakjes. Dus die heb ik lekker niet gedaan. Deze heb ik niet helemaal gedaan. En ik heb wel de kruiden gebruikt. Ook niet helemaal, maar ietsje minder. Verder wel gewoon een couscous. En ik heb een extra courgette gemaakt. Goed, dit was even een korte review. No spon, maar gewoon... Even een, ja, avondmaaltijd. Zie wat we eten. Oké, dit is echt een heel slecht verhaal. Die is voor jou. Het is inmiddels 7:15. Kindje hebben we lekker op tijd gebadderd na het eten. En nu heb ik even mijn jas aangedaan. En schoenen aan. En ga ik even een uurtje lekker wandelen. Vandaag nog niet zo heel veel, zeg maar, gedaan qua beweging. En het is nog lekker weer. De zon schijnt. Dus ik dacht, als ik nu eventjes 3 kwartier of zo ga wandelen, dan is het nog maar 8 uur. En dan plof ik lekker op de bank. Dus dat ga ik doen en dan zie ik jullie morgen weer. Goedemorgen, het is vandaag zondag. En Ramos en ik zijn lekker met z'n tweeën ontbijt aan het maken. We zijn bijna klaar eigenlijk. Nog wat blauwe besjes erbij. Ik wil een paar blauwe besjes. Nou, hier doe jij maar zelf. Voor jouzelf, alsjeblieft. Ik wil een paar. Doe deze alleen. Ja, is goed. Goed zo. Kijk. De meisjes nog. Ik kan het wel. Nog de meisjes. Nog meer? Ja. De meisjes? Doe maar meer. Dit is wel genoeg. Ja? Oké. Nou, voor papa nog. Zo. Lekker begin van de ochtend. Goedemorgen. Even kijken. Oh nee, ik had volgens mij trouwens een goedemorgen gezegd. Het is in ieder geval lekker zondag vandaag. Ik ben... dit is trouwens nieuw kantoor. Superleuk. Ik ga je nog een keer vertellen. We zijn helemaal bezig met iets stoms. In ieder geval... het is dus zondag. Ik ben even aan het sporten. En... dat wou ik even zeggen. Ik ga even lekker shake nemen. Ik ben nu klaar. Dan ga ik naar huis. En dan omkleden. Want vanmiddag gaan we lekker lunchen met mijn nichtje en een vriend. En dan gaan we even ergens naartoe. Boscafeetje. Als het plek is. Dus, daar ga ik jullie gezellig aan meenemen. Ik heb in ieder geval zelf echt veel zin in. De zon schijnt vandaag ook. Dus dat is fijn. En ik heb een puist op mijn voorhoofd. Zie je dat? Ik heb zitten knijpen. Want ik hier allemaal dingetjes had. En nu zijn er 2 bultjes. Ik wil dan bij je. Ik wil dan een extra box nemen. Zitten lekker samen. Oh, toch niet. Ik zit lekker samen en jij niet. Oh, oké. En toen waren we weer thuis. En ik ben eventjes aan het bedenken wat we vandaag gaan eten. Ja!
Is dat ook leuk om jezelf te zien, hè? Ja, is leuk. Ja. Kijk, ze hebben een nieuwe outfitje aan. Of tenminste, outfitjes, ze hebben nu een broekje aan. Kijk, zie je? Die ene die ik van de week liet zien, dit is hem. En dan met de schoentjes. Kijk, Bobby heeft deze. En Charlie heeft de pantschoenen. Leuk, hè? Maar goed, ik ben dus even aan het bedenken wat ik voor eten ga maken. We hebben genoeg in huis, alleen... ja, de meiden moeten wel echt een maaltijd hebben, want die hebben vanmiddag gewoon broodjes op. En wij hebben iets minder veel nodig. In ieder geval was het leuk om even lekker op het terras te zitten. Het is nu 5 uur, we zijn net terug. Alleen de meiden die hebben weinig geslapen, dus ik probeer even snel te koken. En dan alles op tijd naar bed. Dan ga ik zelf ook op tijd naar bed. Sorry. En toen was het alweer gewoon maandagmiddag. Gisteravond hebben wij, nadat de kindje op bed lagen, lekker serie liggen kijken op de bank. We zijn begonnen aan Queen of the South. Ik moest er even inkomen, want ik vond het allemaal heel veel geweld en zo en druk. Maar nu ik 4 afleveringen heb gezien, heb ik toch wel weer zin in de volgende. Dus op zich eigenlijk wel een aanrader op Netflix. Nu is het dus maandagmiddag. Ik ben vanochtend gewoon al begonnen met werken. Vanavond heb ik nog een webinar. Dus ja, vanmiddag heel eventjes nog proberen om te chillen. Al met al een drukke dag. Ik ga de vlog afsluiten. Want dan kan ik alles op tijd regelen voordat die vrijdag online gaat. Voor nu dus dankjewel voor het kijken. En doe nog even een duimpje omhoog. Zou ik leuk vinden. Of even een reactie. Misschien over de zelfbruiden of zo. Of iets anders. En ik zie jullie volgende week weer. Dankjewel voor het kijken. Doei! Yeah.